Goedemorgen, een nieuwe koffiebreak met vandaag Francine Beenen uit het Hoge Noorden. En ik kwam op haar pad via een oud-collega van mij van de Vrije Universiteit. Het is altijd heel fijn om weer even met oud-collega's te praten en die hebben ook vaak heel goede ideeën. En zo kwam ik bij Francine. Zou jij jezelf eerst even kort willen voorstellen? Hallo, ja, ik ben dus Francine Beenen. Ik werk aan de NIL Stenden in Leeuwarden. Ik ben daar leraar en opleider van de afdeling biologie, natuurkunde en scheikunde. Maar ik word ook wel eens uitgeleend aan wiskunde of aan andere vakken. Ik ben daar vooal als onderwijskundige werkzaam. En daarnaast ben ik betrokken bij Doedactiek, www.doedactiek.nl. Het is een website die we we zijn met 35 docenten gestart, maar in de loop van de tijd zijn daar wat minder docenten bij betrokken gebleven. We zijn nu met een team van ongeveer 10 docenten, voortgezet onderwijs allemaal. En wij houden in de gaten wat voor leuke apps en tools er beschikbaar zijn. En die hebben we in een webshop neergezet waarbij alle producten 0 euro kosten. En we hebben daar een filtersysteem met elkaar ontwikkeld, wat helemaal ingegeven is uit de lespraktijk. Dus via doedactiek.nl kan je, als je op zoek bent naar een leuke app, het filter gebruiken om ook bij een leuke app uit te komen. Ja, dus, nou, tot zover de reclame, maar je hebt helemaal gelijk, want ik ben even natuurlijk naar Doedactiek gaan kijken uiteraard. En het is echt een hele leuke, vrolijke website. En er staan ook vooral hele vrolijke artikelen op. En eentje was van jou. En daaruit haal ik uit het artikel van begin januari haal ik eigenlijk twee dingen. En die wil ik met je doornemen. En het eerste is een soort verandering van mindset over het online gebeuren van je. Kan je daar wat over vertellen? Ja, en eigenlijk combineer ik dan twee velden waar ik in zit. Ik ben van oorsprong bioloog en daardoor weet ik iets van ecosystemen. En ik weet ook iets over virussen en ik weet ook iets over exponentiële groei. Mm-hmm. En als ik dat dan combineer met mijn kennis van online onderwijs, weet ik dat het goed voorbereiden van online onderwijs is best wel intensief. Als je dat goed wil doen, dan kost dat tijd. Ik zal even, toevallig heb ik hier een stapeltje liggen. En ja, dat is misschien heel tegenstrijdig, maar mijn online lessen beginnen op papier. Gewoon heel ouderwets. Ja. Dus dit is mijn voorbereiding van een online lessenserie die ik volgende week ga starten. De kennis over hoe ingewikkeld het is om online onderwijs goed neer te zetten. Plus mijn kennis over hoe zo'n virus zich kan ontwikkelen. Dacht ik van, nou, ik weet niet hoe lang dit allemaal gaat duren. Het zou wel eens kunnen dat we nog wat langer aangewezen zijn op online onderwijs dan dat we nu met z'n allen hopen. Hè. De verwachtingen zijn dat tegen de zomer we allemaal weer terug kunnen naar normaal. Maar ja, wat is normaal in deze tijd? En als je dan rekening mee houdt dat ook het reizen wat we doen met elkaar in grote mate bijgedragen heeft aan de verspreiding van het virus, dan zou het wel eens kunnen zijn dat we een wat langere tijd onze reisbewegingen moeten gaan beperken, ondanks dat we het virus dan onder controle hebben. En die twee dingen samen, die deden mij op een goed moment tot het inzicht komen van, ja, we moeten voor de komende tijd allemaal ons onderwijs in ons hoofd online voorbereiden. Want het is veel makkelijker om een online voorbereide les fysiek te geven dan andersom. Ja, als je een fysieke les om gaat zetten naar een online les, dan kom je allemaal kom je tegen problemen aan te lopen die je niet hebt als je van meet af aan online ontwerpt. Ja. Ja. Dus ondanks dat ik nu net dit stapeltje papier heb laten zien, wat dus helemaal niet zo online is, zijn de gedachten die hierin gevat zijn wel degelijk ik ga wel degelijk uit van de online mogelijkheden en beperkingen in het ontwerp van zo'n lessenserie. Ja. Dus ja, ik denk dat dat
echt nodig is. Dat we die mindshift maken met elkaar. Het is misschien niet wat we willen, maar ik denk wel dat het realistisch is. Want toen Rutte een paar weken geleden dan weer aankondigde dat het nog langer duurde en dat de scholen nog langer en dat we weer minder mogen, dan raak jij niet meer van in paniek dan. Want je hebt alles al klaarstaan. Nee, precies. Kijk, ik had dat ook al een beetje voorzien in september. Dus ik heb in het afgelopen semester had ik ook alles al online ontworpen en ontwikkeld. Aha. Ondanks dat ik met mijn eerstejaars wel gewoon fysiek op school mocht zijn. Ja. Met beperkingen natuurlijk. Maar ja, ik had het hele programma online uitgedacht. Ja, en dan komt een lockdown. En ja, de enige verandering was dat we niet meer met een klein clubje studenten fysiek aanwezig waren. Maar dat maakte helemaal niks uit. Omdat we al 3 maanden... Ja, dan weer online en dan weer fysiek en dat afwisselen. Dus dat was helemaal geen grote verandering. Het was eigenlijk, ging eigenlijk heel soepel. Inmiddels heb ik ook de evaluaties. Ja, nou ja, vorige week hebben we geëvalueerd met de studenten. En daar hebben ze hier ook niets over gezegd. Helemaal niets. Ze waren positief. Kritisch en ze hadden best wel kritiek op een aantal onderdelen van de cursus die we gedaan hebben. Maar niet over het online of fysieke gebeuren. Is gewoon in de hele evaluatie niet voorgekomen. Vond ik ook wel opmerkelijk. Ja, en het klinkt ook als een soort, dat je dan een soort daar wel rustig van wordt. Van je weet dat je het allemaal goed hebt voorbereid. Het is op het moeilijkste voorbereid. Als het eventueel losser kan, dan is dat ook weer makkelijker mogelijk. Ja, ik snap deze redenering heel goed, ja. Mooie gedachte. Zouden meer mensen denk ik vast moeten gaan pakken. Ik heb nog een vraag over die online binding. Hè? Dat is mijn onderwerp. Daar ben ik mee bezig. Daar probeer ik mensen uitspraken over te ontlokken. Je mocht nog wel in september een beetje met studenten aan de slag. Dus hebben elkaar wel wat leren kennen. Maar hoe doe je dat dan nu? Hoe ga je nu met ze aan de slag, zodat ze contact houden, contact krijgen met elkaar? Nou, ik werk zoveel mogelijk in, ik laat studenten zoveel mogelijk in groepjes werken, zodat ze binnen die groepjes wat binding kunnen ervaren. Ja. Omdat met een hele grote groep online werken, dan voel je je inderdaad niet zo verbonden, want je ziet elkaar niet live en ja, je weet eigenlijk niet waar de anderen mee bezig zijn. Dus ik probeer wel werkvormen te vinden waarbij de studenten heel veel met elkaar samenwerken in verschillende samenstellingen. En op die manier leren ze elkaar dus vanuit kleine groepjes leren ze elkaar kennen. En dat hebben we dus ook vanaf september gedaan. Ze zijn vrij snel in groepjes van 5 à 6 studenten samen gaan werken. En ook daarbij maakte het niet uit of ze fysiek aanwezig waren of online. Dus die binding, wat ik normaal met eerste jaar zou doen, hè, allemaal met z'n allen hartstikke leuk op studiekamp. Ja. Dat kon dit jaar allemaal niet doorgaan. Maar we hebben dus in die kleine groepjes gewerkt. En in die groepjes, de studenten werken. Dat is bij NL Stenden werken we met design-based education, gebaseerd op design thinking. Ja. En de studenten krijgen dus authentieke opdrachten, echte opdrachten van een opdrachtgever, die ze ook echt moeten opleveren. En daar hebben we ook niet aan toegegeven nu in deze omstandigheden. Dat is gewoon doorgegaan. En omdat daar dus een groot deel projectmatig werken bij zit, vind ik zelf dat met ze scrummen een goede manier is om die projectvoortgang op gang te houden. Maar wat Scrum nog meer doet, dat is, Scrum heeft een aantal ceremonies. Mm-hmm. En een van die ceremonies, dat is de retro. En daarbij blikken de studenten terug op het proces tot dusver. En mogen ze ook met elkaar kijken, ja, zet iedereen zijn kwaliteiten in ten goede van het project? En hoe loopt eigenlijk onze samenwerking? En door dat om de 3 à 4 weken te doen, leren ze elkaar ook wel heel goed kennen. Want ze kunnen dan gesprekken ook hebben over elkaars kwaliteiten en over hoe ze
elkaars kwaliteiten benutten. En dat zijn best hele diepgaande gesprekken. En ik heb tot nu toe niet gemerkt dat het medium, dus online zijn, de diepgang van die gesprekken belemmerd heeft. Nee. Dus die gesprekken vinden fysiek net zo diepgaand plaats als online of hybride of wat ja. dan ook. Mits het wel veilig is in die groepjes. Hè? Dus daar ja. moet wel iets van veiligheid zijn. Ja. Ja. En op momenten dat dat niet zo is, roepen ze mij er wel bij. En daar stuur ik ook wel, daar stuur ik wel op aan. Maar nou ken ik Scrum een heel klein beetje. Dat is hè, met heel veel fysieke stickertjes plakken. En op borden en dat soort dingen. Hoe heb je dat dan georganiseerd? Want ja, dat kon even niet meer. Nee, nou, we hebben gewoon gebruik gemaakt van digitale scrumborden. En ja, de tool Trello is daar natuurlijk prima voor bruikbaar. Maar tegenwoordig zit er in Teams ook een planbord. Dus dat kunnen ze ook gebruiken. Daar hoef je helemaal niet voor naar een andere applicatie. Het zit gewoon in Teams. Ja, precies. Dus, ja. dus dat kan gewoon ingericht worden. Maar wat natuurlijk wel zo is, niet alle eerstejaarsstudenten zijn daar vertrouwd mee. Dus het is voor mij als docent wel belangrijk om de studenten ook mee te nemen in dat proces. Daar zit natuurlijk op de lerarenopleiding een dubbele bodem bij. Ja. Dit zijn studenten, exacte vakken die misschien straks ook op technasium les gaan geven. Of bij technolabs of andere plekken waar ook volgens design thinking gewerkt wordt. Dus de dubbele bodem is dat ze nu zelf eerst leren scrummen, zodat ze dadelijk ook hun leerlingen kunnen begeleiden bij het scrummen. Dus ik vergroot dat proces van dat scrummen wel een beetje uit, omdat dat bijdraagt aan hun vorming tot docent. Ja, dat doosje in dat doosje, hè, is dat dan? Ja. Ja, en dat hebben we natuurlijk in de lerarenopleiding voortdurend. Ja, dat, ja. Nou, mooi. Ja, je komt heel relaxed over. Dus van, nou ja, ja, ik heb het gewoon geaccepteerd en ik ga het doen. En ja, mijn methode, ja, of die nou fysiek is of online, dat kan ik allemaal makkelijk omzetten. Ja, dat klinkt allemaal heel logisch. Gaat er ook wel eens wat mis bij je? Ja. Vlak voor de kerstvakantie hadden wij binnen de hogeschool een harde password reset. We moesten allemaal ons wachtwoord aanpassen. Ja. En dat had ik gedaan op mijn laptop. Maar mijn tablet ligt in de keuken. Want anders dan ben ik voortdurend afgeleid door al die social media berichten. En dat helpt mij niet tijdens mijn werk. Dus mijn manier om dat te managen is dat mijn tablet die ligt ver weg. En ik had dus mijn wachtwoord gereset op mijn laptop. En wij hadden een groot evenement met ongeveer 60 studenten en 120 leerlingen die online les zouden krijgen van die 60 studenten. En ik had dat allemaal klaargemaakt en ze waren ingelogd. En we stonden klaar om die lessen te geven. En in één keer kon er niemand meer in de kanalen die ik klaar had gezet. Niemand kon er meer in. Het ging allemaal op schuin. En het wilde niet meer. En ik heb toch lopen zoeken en ik heb lopen bellen met ICT-beheer en ik kreeg het niet voor mekaar. En ja, nou ja, toen hebben we het hele evenement af moeten blazen, want het was ook niet meer te doen op die school. Oh. Helaas, heel erg jammer. En later in de middag ben ik toch nog weer met ICT-beheer om de tafel gaan zitten. En toen bleek dat mijn tablet, die had een... er was een conflict ontstaan, mm-hmm. omdat mijn tablet nog ingelogd was op mijn oude wachtwoord en mijn laptop op mijn nieuwe wachtwoord. En dan is het een veiligheidsprocedure dat Teams dan blokkeert. Maar ik vond het heel erg. Het kan de beste overkomen, dat blijkt maar weer. Mooie tips. En een klein probleempje. Dankjewel voor dit interview. Ik hoop dat we elkaar misschien ooit nog eens ergens live treffen. Want we waren nog lang niet uitgepraat. En het lijkt me heel leuk om je nog later nog meer verhalen voor je te horen. Dankjewel. Het was leuk om even mee te doen. Dankjewel. Dag. Dag.